De Nationale Assemblée heeft donderdag 1 september de wijziging van de wet zegelrecht, oftewel de zegelwet met algemene 36 stemmen, goedgekeurd. Hiermee wordt ingestemd met de verlaging van het zegelrecht dat betaald moet worden bij de overdracht van onroerend goed. Het betreft een aanpassing van 7% naar 4%. Bij de overdracht van onroerend goed, casuco, grond of perceel bedragen de totale overdrachtkosten momenteel tussen de 11% en 13% van de waarde. Bedankt, voorzitter. Voorzitter, we zien nu al een kamerbrede ondersteuning voor de wijziging van de zegelwet. En wat is de wijziging concreet, voorzitter? Voor wie is de wijziging, voorzitter? Voorzitter, wanneer wij nu gaan naar de notaris, ongeacht wie we zijn, willen overdragen een stuk terrein, betalen we in de orde van 11% tot 13%. Die 11% tot 13% heeft een onderbouwing. Daarvan gaat 7% naar Lanti, daarvan gaat 0,6% naar Glis en de rest gaat naar de notaris. Kosten honorarium. Nu zegt de overheid van luister, die 7% die je aan mij betaalt, hoef je niet meer aan mij te betalen, betaal me 0,5% alleen. Dus het volk heeft problemen en die regering komt in. De regering komt in en zegt, alhoewel ik ook problemen heb als regeringvolk, geef ik jou een korting van 6,5% wanneer het gaat om familieverdelingen. In tweede instantie zegt die regering ook van luister, je betaalt 11% tot 13% wanneer het gaat om andere overdrachten dan familieoverdrachten. Daar krijg ik ook 7% zegelrecht. Ik wil je ook daar een korting geven van 3%. Dus die 7% die je mij zou geven bij een normale overdracht, geef me alleen maar 4%. Dus bij een normale overdracht betaalt die burger dan die 4% die hij nu moet betalen, die 0,6% voor Glis en de kosten en honorarium voor de notaris, dan kom je ergens op 9%. En bij familieoverdrachten kom je ergens op 4-5%, zoals de minister dat ook heeft aangegeven. Daar gaat het om. Een derde wijziging is namelijk wanneer je onwetend, niet door schuld, hebt verkeerd gebouwd op een terrein dat niet van jou is, van je buurman daarnaast is, dan zegt deze wijziging dat ook daarvoor, als je dat wil ruilen met je buurman, dat daarvoor ook diezelfde regeling geldt, welke geldt voor die familieoverdracht. Dat is de wijziging van de zegelwet, voorzitter. Voorzitter, rest mij nog als voorzitter van de commissie. Ik neem aan dat ik kan praten namens de commissie. En ik denk dat het duidelijk is. We bedanken iedereen voor zijn ondersteuning, voorzitter, en suggesties. En we bevelen aan aanname, voorzitter. Dank u wel. Dan gaan wij artikel 1, woord of stemming. Artikel 2, woord of stemming. Considerans en intitulé, woord of stemming. Het gehele ontwerp wordt thans in stemming gebracht zoals gewijzigd. Wie is voor? Ja. 36 voor. Wie is tegen? 0 tegen. Dan is het wetsvoorstel bij deze met 36 algemene stemmen aangenomen.